De inspectie van civiele kunstwerken is vaak een intensieve en een tijdrovende klus. Zeker als het gaat om grote, complexe bruggen, zoals deze spoorbrug en een aantal grote verkeersbruggen. Soms zijn er pontons en hoogwerkers nodig om dit soort complexe bruggen en lastig bereikbare plekken te inspecteren. Dat levert veiligheidsrisico's op, maar daarnaast ook verkeershinder voor de trein en de scheepvaart. Daarnaast is ons inspectieteam meestal een week of twee bezig om dit soort complexe bruggen te inspecteren. Sinds enkele jaren zijn wij als Antea Group bezig om inspecties beter, sneller, veiliger en goedkoper te kunnen uitvoeren. Daarbij maken we gebruik van drone-inspecties, zelflerende algoritmes en digital twins voor beheer en onderhoud. En die hebben we nu kunnen combineren. Bij automatische schadebeeldherkenning brengen we de constructie met hoge resolutiecamera's in beeld. Op basis van deze beelden ontwikkelen we een digital twin van het kunstwerk. En vervolgens analyseert een algoritme alle beelden. Met onze kennis en ervaring zijn we in staat om de conditie van het kunstwerk te kunnen vertalen naar een onderhoudsconcept om het kunstwerk zo lang mogelijk functioneel in stand te kunnen houden. Dit concept is geschikt voor elk type brug en hebben we inmiddels al een aantal keer succesvol toegepast, waaronder bij deze brug. Met automatische schadebeeldherkenning kunnen we in één dronevlucht die gehele constructie in beeld brengen. De doorlooptijd van inspectie tot eindrapportage is hiermee twee keer zo snel als op de traditionele manier. Deze aanpak willen we niet alleen toepassen op de grote bruggen, maar ook op de relatief kleine kunstwerken. Onze duurzame en innovatieve aanpak draagt wezenlijk bij aan de uitdagingen die we kennen in de vervanging- en renovatieopgave en is daarmee wereldwijd interessant.